De dag is met wat nevel van start gegaan. De temperatuur is nu nog amper 4 graden. Op de wegen is het nog redelijk rustig. De langste file staat, zoals gebruikelijk bijna, op de A4 richting Amsterdam. Dit is het TV West ochtendnieuws van donderdag 29 maart. Goedemorgen. Straks spelers ADO Den Haag vertrekken. Maar eerst het wapen van Tristan van der Vlis wordt verboden. Het type vuurwapen dat Tristan van der Vlis gebruikte om in Alphense winkelcentrum De Ridderhof een bloedbad aan te richten, mag niet meer verkocht worden. De overheid geeft er geen vergunningen meer voor uit. Onervaren sportschutters mogen niet meteen alle soorten wapens gebruiken. Ze moeten eerst laten zien serieuze interesse te hebben in de schietsport. 4 sportschutters zijn het lidmaatschap van hun club kwijtgeraakt nadat er voor hen was gewaarschuwd bij een meldpunt. Dat werd in het leven geroepen na het schietdrama in Alphen. En op 9 april is het precies een jaar geleden dat het schietdrama in Alphen aan de Rijn gebeurde. Op tweede paasdag, 9 april dus, wordt er daarom ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden in winkelcentrum De Ridderhof. En Omroep West zendt die live uit in samenwerking met Alphenstad FM. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de integriteit van burgemeester Bas Verkerk van Delft. Verkerk vraagt zelf om het onderzoek. Zijn naam wordt een paar keer genoemd bij de langslepende gondelaffaire rond voormalig wethouder Balier. Verkerk hoopt dat met het onderzoek zijn naam volledig wordt gezuiverd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de provincie. Alle verkeersborden moeten uit Midden-Delfland verdwijnen, want zoveel borden, dat is maar een rommeltje. Wethouder Ronald Fuik gaat onderzoeken wat de mogelijkheden daarvoor zijn. We staan hier op een plek bij de Valbrug in Schipluiden. En als je hier om je heen kijkt, dan zie je al ruim 40 borden alleen op deze ene plek. Die 40 borden die geven een hele rommelige uitstraling. Het ziet er ook heel druk uit hier. En waar we naar zoeken is een inrichting van de openbare ruimte, waarin je niet meer zoveel borden nodig hebt om het elkaar uit te leggen. Dus moeten de borden weg? Want zonder borden kunnen we het in het verkeer ook prima. Voorrangsregels, verkeer van rechts heeft voorrang. Moet je nou bij ieder kruispunt een bord ophangen om elkaar dat te vertellen? Dat is even de vraag. Alle verkeersborden weghalen? Dat lijkt me niet zo'n goed plan, denk ik. Alles weghalen, toch? Ja, geweldig. Ik ben daar wel voor. Ja, waarom niet? Waarom wel? Ja, dat is een goeie. Het is een slecht plan om alle verkeersborden te verwijderen. Gewoon te gevaarlijk. Dat zou je denken. Er zijn een aantal plaatsen in Nederland, is dit systeem al ingevoerd en het blijkt te werken. En die chaos die je zou verwachten, die treedt nou juist niet op. Mensen gaan voorzichtiger rijden, beter opletten, houden zich ook uit zichzelf aan verkeersregels. En dan wordt ook wel duidelijk dat je niet altijd heel veel borden nodig hebt om elkaar heel gedetailleerd te vertellen hoe het moet. Nou, ik geloof er niet in. Nee. Ik denk dat het een 1 april mop is. Het is aanstaande zondag, weet je wat voor dag het is? Ja, 1 april. Geloof jij het? Ik heb mijn twijfels. Maar ik vind het een beetje een flauwe grap dan eigenlijk. Volgens mij kan je wel leukere grappen bedenken. U neemt ons allemaal in de maling, hè? Dit is gewoon een 1 april grap? Nee, dit is geen 1 april grap. We gaan het serieus proberen. Wat gaat u doen met al die borden? Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk nog niet. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Dus ik denk in 1 april. En jij? Ja, zondag zullen we het weten. Nooddorper George Wessels doet eind mei mee aan het wereldkampioenschap witvissen in Portugal. Samen met zijn 4 teamleden is hij al druk aan het oefenen. En Hans Otte die gooit vanmorgen een hengeltje met hem uit. Gaat het hem ook lukken, Hans? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf. Dat hangt van heel veel spullen af die je bij je hebt. Van het voer dat je geeft en natuurlijk van de man die het moet doen. Dat is George Wessels. Meneer Wessels, wat maakt u nou tot Nederlands kampioen en misschien straks ook tot wereldkampioen? Ja, dat is een moeilijk verhaal. Daar heb ik echt geluk bij nodig. Ik kan heel aardig vissen, maar de plaats die je toegewezen krijgt, dat is toch wel een van de grootste factoren binnen het vissen. Want je moet een beetje geluk hebben dat op jouw plek grote vissen zijn die dan
het extra gewicht brengen ten opzichte van de concurrent. Want je moet zoveel mogelijk vis zien te vangen, dat wordt in kilo's uitgedrukt. Ja. En hoe zorgt u dan dat u zulke groot mogelijke vis aan de haak krijgt? Ja, dat is op de manier van voeren en brengen van aas. En het schieten van aas om zoveel mogelijk vis tot aanbeten. Waar houden ze van? Ja, nou, hier in Nederland houden ze van maden, kasters en wormen. En in wat ik begrepen heb, in Portugal ook. Dus dat moet voor ons gunstig uitpakken. En je vist in breed water, hè? Je moet met een werphengel aan de overkant zien te komen. Wil dat zeggen dat het voer er ook moet komen? Hoe brengt u dat daar dan? Ja, dat is wel de bedoeling dat waar ik me dobber gooi ook dat voer terecht komt. Nou, daar gebruik ik een katapult voor. Of een werppijp, maar een katapult is makkelijker om een meter of 40. Nou, dan maar oppassen dat u niet de vis raakt, want dat zou zonde zijn. Want u wil hem wel binnenhalen. Volgende maand, wat zeg ik, eind mei wordt dat in ergens in Portugal, Bacau. Cabechao. Dankjewel, Hans Otte. ADO neemt aan het eind van dit seizoen afscheid van Ali Boussebon en Siro Ntoko. Het contract van beide spelers wordt niet verlengd. Ook John Verhoek vertrekt. Hij werd één seizoen gehuurd van Stade Rennes en vertrekt weer naar Frankrijk. ADO wil wel graag verder met Christian Supusepa en Celta Vicento. De club verwacht er binnenkort uit te komen met beide spelers. En verder heeft de Haagse club interesse in Excelsior-speler Roland Alberg. De bekende oude brasserie Het Gouden Hoofd in Den Haag wordt verbouwd. Alle sloop- en bouwperikelen worden vastgelegd door de camera. Op TV West is vanavond de eerste uitzending te zien van de nieuwe reality-serie. En dit zijn de twee hoofdpersonen uit de serie. Bijna 700 jaar geleden begon het Gouden Hoofd in Den Haag als herberg. En sindsdien heeft er onafgebroken horeca in gezeten. De laatste jaren was het wat vervallen. En toen de brasserie in de verkoop kwam, aan het begin van dit jaar, hebben deze twee ondernemers besloten om het Gouden Hoofd grondig te gaan verbouwen. Het moet een multifunctioneel horecabedrijf worden met een hotel. Een half mei moet het Gouden Hoofd klaar zijn voor de opening. Het Gouden Hoofd vanaf vandaag dus op TV West, 9 weken lang, op donderdag om 5:30 de eerste uitzending en daarna ieder uur herhaald. Kijken we in de kranten van vandaag. Rioollucht verjaagt winkelend publiek, kopt de pagina Haaglanden van de Telegraaf. En niet alleen de lucht, maar ook noodleidingen waar mensen over struikelen en wateroverlast vormen problemen daar. De winkeliers in de Gouverneurlaan zijn de werkzaamheden daar helemaal zat. En al 2 maanden ligt de weg daar wekelijks open om leidingen te vervangen. In het Algemeen Dagblad het bericht dat de voedselbank strenger wordt voor de klant. Dit om te voorkomen dat door de toestroom van nieuwe klanten er een wachtlijst of zelfs een klantenstop moet worden ingesteld. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank is in de afgelopen periode fors gestegen. Kijken we naar het weer van vandaag. Huub Mizee, ja, de afgelopen dagen hebben we lekker in de zon gezeten. Zit er vandaag niet in, hè? Nou, het zal in ieder geval minder zijn, want er zijn vandaag wolkenvelden, maar er komt toch ook nog wel af en toe wat zon hoor en het blijft bij ons nog wel droog. Verder komt er een matige noordwestenwind, die wordt aan de kust vrij krachtig en gaat wat minder zachte lucht aanvoeren. De maximum temperatuur vandaag wordt ongeveer 12 graden. En op de weg wat langere files op de A4 richting Amsterdam en op de A13 naar Rotterdam bij de TU Delft. Ze lijken er zo rustig bij te zitten, de mensen in een scootmobiel. Maar volgens de winkeliers van winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk scheuren ze er behoorlijk op los. Ik zag u net heel hard voorbij rijden. Ja. Houdt u zich wel een beetje aan de maximum snelheid hier? Ik kan niet harder. Ik denk dat hij gaat 12 à 13 kilometer, de snelheid. Dus, maar hè? Ik kon u rennend niet bijhouden. Dat is mogelijk. Dat ligt aan uw conditie. Ja. Ligt aan mijn conditie. Ja. Ik weet niet hoe het met uw conditie staat, maar ik denk dat ik die meneer ook niet zou kunnen bijhouden. Hoe dan ook, meer ziet u vanaf 4:15 in de nieuwe aflevering van 'Tis Wat.
En tot zover dit TV West ochtendnieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk op omroepwest.nl en bij 89.3 Radio West in West wordt wakker met Sander Otters. In het komend uur loopt verslaggever Hans Flederis door het Gouden Hoofd in Den Haag. Vanavond start dus op TV West de reality-serie waarin we de verbouwing volgen. En de TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer met dan als belangrijkste onderwerpen onderzoek naar integriteit. Delftse burgemeester in Midden-Delfland wil af van alle verkeersborden. Of is dat een grap? Graag tot zo en dan is alvast een heel fijne dag.